In deze videopodcast geef ik uitleg over het begrip benadeelde persoon. Wat betekent verklaring van benadeelde persoon? In 1998 werd door de wetgever het statuut van benadeelde persoon ingevoerd. Een benadeelde persoon wordt geïnformeerd over het verloop van het strafproces en heeft een aantal rechten. Een benadeelde persoon is nog niet hetzelfde als een burgerlijke partij, doch het biedt wel een aantal rechten. Hoe registreert men zich als benadeelde persoon? De aanmelding als benadeelde persoon kan op verschillende manieren gebeuren, namelijk op het secretariaat van het parket van de Procureur des Konings, op het secretariaat van de politie, bij de politieambtenaar die het proces verbaal opstelt, of per aangetekende brief aan het secretariaat van het Openbaar Ministerie. Indien de verklaring wordt afgelegd op het politiesecretariaat of bij de politieambtenaar die het proces verbaal opstelt, wordt de verklaring onverwijld overgezonden aan het secretariaat van het Openbaar Ministerie. Welke gegevens moet de verklaring van benadeelde persoon bevatten? De verklaring vermeldt de volgende gegevens: naam, voornaam, plaats en datum van geboorte, beroep en woonplaats van de betrokkenen. Ten tweede, het feit dat de oorzaak is van de schade geleden door de betrokkenen. Ten derde, de aard van deze schade. Ten vierde, het persoonlijk belang dat de betrokkenen doet gelden. Bij het attest van klachtneerlegging wordt een modelformulier gevoegd dat u kan invullen om een verklaring van benadeelde persoon af te leggen. Welke informatie krijgt de benadeelde persoon? Als benadeelde persoon wordt u op de hoogte gebracht van een seponering en de reden daarvan, het instellen van een gerechtelijk onderzoek, de vaststelling van een zittingsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht. Over welke rechten beschikt een benadeelde persoon? De benadeelde persoon heeft 4 rechten, namelijk recht op bijstand van een advocaat of vertegenwoordiging door een advocaat, de mogelijkheid stukken te laten voegen bij het dossier, een drievoudige verwittigingsplicht en inzage en kopie van het strafdossier. Eerste recht, namelijk recht op bijstand van een advocaat of vertegenwoordiging door een advocaat. De benadeelde persoon kan zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een advocaat, ook bij het verhoor. De benadeelde moet wel zelf het initiatief nemen. Mogelijkheid stukken te laten voegen bij het dossier. De benadeelde persoon mag ieder document dat hij nuttig acht doen toevoegen aan het dossier. Deze vraag tot de voeging van de stukken is mogelijk in elk stadium van de procedure, namelijk opsporingsonderzoek, gerechtelijk onderzoek of procedure voor het vonnisgerecht. In dit laatste geval geldt wel het beginsel van de tegenspraak. De andere partijen moeten dus op de hoogte worden gesteld van de stukken die gevoegd worden bij het dossier. Drievoudige verwittigingsplicht. Het Openbaar Ministerie moet de benadeelde persoon op de hoogte brengen van de seponering, wat wil zeggen het niet vervolgen en de reden daarvan, het instellen van een gerechtelijk onderzoek, de bepaling van een rechtsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht en bij niet-naleving van deze plicht is de parketmagistraat enkel disciplinair aansprakelijk. Ten slotte, inzage en kopie van het strafdossier. Het slachtoffer dat de verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd, heeft ten slotte zowel tijdens het opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek het recht om inzage en kopie van het dossier te verzoeken. Bovendien heeft deze benadeelde persoon recht op inzage en kopie van het dossier tijdens de regeling van de rechtspleging na afloop van het gerechtelijk onderzoek. Wat kost het afleggen van de verklaring van de benadeelde persoon? Het afleggen van de verklaring van de benadeelde persoon is gratis. Wat is het verschil tussen een benadeelde persoon en een burgerlijke partij? De persoon die een verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd, is echter geen burgerlijke partij. De burgerlijke partij geniet dezelfde rechten. Hij mag stukken bij het dossier laten voegen, mag dat laten doen door een advocaat en wordt ingelicht over het gevolg dat het Openbaar Ministerie geeft aan de zaak.
Er wordt ook ingelicht wanneer en voor welke rechtbank de zaak voorkomt. De burgerlijke partij heeft daarboven nog het recht om schadevergoeding te vragen, heeft recht op inzage in het dossier en heeft recht om aanvullende onderzoekshandelingen te vragen. Over welke rechten beschikt een slachtoffer die geen verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd of zich geen burgerlijke partij heeft gesteld? Slachtoffers van misdrijven en hun verwanten dienen zorgvuldig en correct te worden bejegend, in het bijzonder door ter beschikkingstelling van de nodige informatie en in voorkomend geval het bewerkstelligen van contact met de gespecialiseerde diensten en met name de justitieassistenten. Slachtoffers ontvangen met name de nuttige informatie over de nadere regels voor de burgerlijke partijstelling en de verklaring van benadeelde personen.